De multiculturele samenleving, waaraan de Chinezen ook bijdragen, is een teken van nog meer te volgen mijlpalen. Om deze culturele mengeling te vieren is de praalwagenoptocht georganiseerd. Hieraan deden verschillende culturele verenigingen van de Chinese als overige bevolkingsgroepen mee om de integratie in Suriname aan te geven. De praalwagenoptocht stond in het teken van het vieren van de Chinese emigratie in al haar culturele vormen. Hang Ying, ambassadeur van China in Suriname, die ook deelnam aan de optocht voor de praalwagen, zei dat de Chinese gemeenschap een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van Suriname. Het steeds uitwisselen van cultuurelementen drukt een positieve stempel in de samenleving met verdere groei als doel. For the past 170 years, the Chinese people did a good job in this country and make effort to get melt well into the society. Now the Chinese people has already become an integral part of the Suriname. So I believe in the future, the Chinese will continue to working together with all nationalities to build this beautiful land. Onderdirecteur van Sun Yi & Co, Michael Feng Yu Ki, merkte op dat het organiseren van de optocht weer eens heeft bewezen dat Suriname de definitie is van eenheid in verscheidenheid. Het is tijd dat we beter in vrede gaan leven met elkaar, om de hechte onderlinge liefde te verbeteren, zegt hij. Maar dit moet verbroedering brengen, ja? Dit moet samenwerking brengen en dit moet, laten we het zeggen, ja, de veiligheid voor de Chinezen. Hoop ik dat de toppers wat eraan gaan doen, want die mannen werken zo hard en dan worden ze, ook voor alle Surinamers hoor, dan word je helemaal thuis beroofd. En ik heb graag dat dat echt verbeterd wordt, want je doet zo hard je best, ja, om een paar centjes binnen te brengen en die worden weggehaald door een dief. En als je stappen onderneemt, hoor je heel wat, ja, die man was een goede man, Aman Kof Kirmi. Ja, dus ik hoop dat er echt verandering daarin komt, wat de veiligheid betreft. Voor niet alleen voor de Chinezen, maar voor de totale Surinaamse bevolking.